Als alles volgens plan verloopt, wordt op 31 maart in de raadsvergadering een nieuwe wethouder van sociale zaken beëdigd. Daarmee krijgt de gemeente Nuenen een vernieuwd college van burgemeester en wethouders. Ik praat hierover met Erik Groothof, raadslid van het CDA, en Joost Verrijken, raadslid van het Nuenens Belang, die deze move mogelijk gemaakt hebben. Meneer Groothof, waarom is het CDA mee gaan doen in de nieuwe coalitie? Ja, dat is het belang van uiteindelijk de Nuenens inwoner en het aantal keuzes die er waren om tot wederom een meerderheid in de coalitie te komen. Programmatisch liggen wij niet ver uit elkaar met wat het vorige coalitieprogramma was. En daarom waren we ook blij met de uitnodiging die we hebben gekregen en zijn we daar serieus op ingegaan. Meneer Verrijken, jullie waren als Nuenens Belang al gedoger van de coalitie. Wat is het verschil als gedoogpartner of coalitiegenoot? Wij hebben in het begin van de coalitie, 2014, hebben wij het coalitieakkoord voor grotendeels ondertekend. Dat wil zeggen dat wij grotendeels akkoord waren met het coalitieprogramma, maar niet helemaal. Nu we in de coalitie zitten, kunnen wij meer betekenen wat voor Nuenens Belang erg belangrijk is. Het CDA in uw persoon zit alleen in de raad, dus een pitter noemen we dat. Ja. Uw coalitiegenoten W70 en D66 zijn veel groter. In hoeverre is dat moeilijk om in die verhoudingen te werken? Ja, dat is een terechte vraag. Hebben we ook met elkaar over gesproken van, ja, is het dan de meerderheid die bepaalt of zijn het de stemmen? Of zijn het juist de fractievoorzitters die met elkaar in overleg gaan. Het is zo dat als het overleg plaatsvindt, dat elke fractie een fractievoorzitter daarin een stem heeft. Hoe het in de praktijk uiteindelijk uit gaat wijzen, dat zal de toekomst moeten leren. Maar vooralsnog gaan wij ervan uit dat de inbreng per persoon bepalend is voor de outcome van de programma's. Was het een eis van het CDA om een wethouder te leveren? Eigenlijk wel. Wij hebben eigenlijk vol ingezet op het sociaal domein. Dat is een aspect wat in ons coalitieprogramma staat, wat ook in ons landelijk programma staat en waar in feite de vacature ontstond. En het sociaal domein is voor heel veel Nuense inwoners erg belangrijk. En u heeft misschien recent meegekregen dat ook de PGB, de persoonsgebonden budgetten, zo mogelijk naar de gemeentes gaan. Dus de portefeuille wordt nog belangrijker. Dus dat was voor ons erg belangrijk om daarop in te zetten. Hebt u daarom ook gekozen voor een beoogde wethouder vooralsnog, die al gepokt en gemazeld is met die portefeuille? Ja, helemaal waar. Wij kunnen, omdat het eigenlijk de termijn is nu halverwege, hè, de 4 jaar, er zijn nu 2 jaar van voorbij. Je kunt je niet permitteren om weer een aanloopperiode van 100 dagen te hebben in de kader van zullen we wel eens gaan zien hoe het uitpakt en of het wel werkt, niet werkt. Je hebt op dat moment meteen iemand nodig die, zoals u zegt, bepokte bemazeld is, die meteen in kan stappen in een domein, in een dossier waar kennis van zaken voorhanden is. En was het feit dat de beoogde wethouder van buiten Nuenen kwam ook een voordeel? Ja, zo hebben we het eigenlijk niet echt bekeken. Het ging ons meer om de capaciteiten van de wethouder en niet zozeer van vooringenomenheid met het verleden, de zaken die hier in Nuenen wel of niet gespeeld hebben. Dus het ging echt over het profiel waar we voor gekozen hebben en dat het zou aansluiten bij de functie die verwacht mag worden. Nuenens Belang gaat wel meedoen aan de coalitie, maar levert geen wethouder. Nuenaren zullen zich afvragen, wat zijn dan de punten die Nuenens Belang gaat inbrengen in de coalitie? Speerpunten van Nuenens Belang zijn, wat geen verrassing zal zijn, de ouderen. Wij willen dolgraag een huisartsenpost en een apotheekpost in Nuenen-Zuid. Op dit moment is er geen enkele zorg in Nuenen-Zuid waar relatief veel ouderen wonen. Daarbij moet je ook denken aan de minder invaliden, met name de huisvesting. Wij willen graag die 30% sociale huurwoning ook gerealiseerd krijgen in Nuenen. Waarom 30? Omdat dat landelijk ongeveer hetzelfde percentage is. En Nuenen zit op 17%. En de OZB moet na 10 jaar hier in Nuenen echt gigantisch naar beneden toe. En daar gaan we ook voor zorgen. De zelfstandigheid van Nuenen wordt een steeds groter item. Meneer Verrijken, over 6 jaar, is Nuenen dan nog zelfstandig? Daar ga ik wel van uit. Ik denk dat je zeker als lokale partij
nu zo lang mogelijk zelfstandig wil laten blijven. Dat hebben we allemaal nog in eigen hand. Ik ga ervan uit dat we over 6 jaar nog een zelfstandige gemeente zijn. En meneer Groothoff, denkt u er ook zo over? Nee. Dit is ook geen onderdeel van het coalitieprogramma. Nee. Maar wij denken als CDA dat gezien de veranderingen die heel duidelijk op ons afkomen, dat schaalvergroting noodzakelijk is om als gemeente, kleine gemeentes, te kunnen blijven bestaan. Dus wij staan er toch anders in dan onze coalitiegenoot in deze.